Kan jij dit gloeien? Ik glimlach voor de eerste keer. Ik was hier in die blauwe zee geweest. In die maag van een vis. En hij heeft mij uitgespoeg op die strand. Voor de eerste keer loof en prijs ik weer. Maar kom ik skets in die achtergrond. Ik is Jona die profeet. Mijn naam betekent duif. Ik het in Gatgever geblei. Blij nog steeds daar, mijn familie is daar. En toen vraag die Heere van mij, ik moet voor Nineveh gaan preek. Nou, om net vir julle te verduidelik, daar was nog niet een wreder klomp mense as die Assyriërs nie. Hulle sal bij een stad kom, en hy koppe afkap, en vir hulle sulke klein bergies maak daarvan. Of hulle druk een paal in hulle lyf in, en dan hang die mense daar. Of hulle vat jou en snijden jou vel af. Dit is iets verschrikkelijks. Die prentjie wat ons het van die Assyriërs is weesinswekkend. Nou vraag die Heere vir my, Jona, my kind, ek wil hê jy moet na hierdie slegste mense toe gaan en vir hulle preek. Vertel hulle van my, die God wat jy dien, wat nie eksklusief is nie, maar wat inklusief is. Ek het die kans gesien nie. Ek het my bedanking ingeplaas as een profeet, my kredietkaart gevat en ek is af na Joppa toe. Ek sê vir die skipman daar so, ek soek een lekker plek op een skip wat na Tarsus toe gaan. Ek wil vryheid hê, ek wil wegkom van die Here. Ek sit op die dek en is so lekker, jou windjie waai lekker. Want toe ek is af van die dek van die skip tot onder water, ek lekker gaan slaap het. Ek is nou weg van die Here. En toe steek daar storm op, daar skipie, maak so. Uiteindelijk kom die kaptein daar bij mij aan en sê, hoekom lê jy hier in slaap? Ek sê, wel, ek het een probleem. Hy sê, waar kom jy van, wat is jy, wat is jou nering? Ek sê toe vir hom, ek was een profeet, maar ek het die werk gelos. En ek vlug nou, ek wil wegkom van my God af. Hy sê, maar ons is bezig om te sink. En hulle hou toe kerk daarboe, hulle offer ook. En hulle bid ook vir my God. En die vrou vir my ook om te bid, maar ek kon nie gebid het nie. My lang story kort te maak. Die kaptein sê vir my die enigste ding wat hierdie skip gaan red, is dat ons looikies trek en uitvind wie is die skuldige. En weet julle wat, die looikie val op my. Maar al het nog geroei en geroei, ons het met hierdie kus van Joppe afgekom, hier op. Voorbij Tyrus, voorbij Sidon, het ons opgekom in die oude skippie. En die nabij. Toe sê ek, manne, as jylle my in die water gooi en ek verdrink, dan gaan jylle gered word. So een sterf vir baie. En dit was een vreselike gevoel, toe die manne my vat en hulle het gehuil. Hulle sê, ons is so jammer om het te doen, om my in die see te gooi. Ek het skaars die water geraak. God is so goed. Hier is een vis. Ek so die dood van een goddeloze gesterf. Hier is een vis en hy sluk my in. Sjoe, het was glad hier af na sy maag toe. Daar is net seegras en wier hier in sy pens. Elk geval, dis waar ek gebid het. Ek sê, Heere, ek is jammer. Jammer oor die wreedheid van Ashurnasirpal. Oor Salmaneser die derde. En ek verstaan dat nie die derde is ook nou op die troon. Hy is seker net so wreed. Maar wat het ook al is, ek sal gaan waar u my wil hê. Nadat ek daai gebed gebid het, daar vrede oor my gekom. Hy het my uitgespoeg. En hier staan ek. Nou wil ek net, soos hulle in Engels sê, fast forward. Toe Jesus op aarde gewees het, het hy 3 mense uitgekies om typologie te verduidelik. Hy het gepraat van die tempel en die priesterskap. Elke priester, elke broodjie, elke lig, alles van die tempel is types wat wys na die groter type, die groter waarheid. En Jesus is die groter waarheid. Dan het hy na Salomo verwys, die koning. Hy sê, maar iemand groter
tempel is hier, iemand groter is, Salomo is hier. En dan gebruikt Jezus die naam van Jona. Hij zei, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten en die groot van zijn maag was, zo gaat hij ook 3 dagen en 3 nachten in die aarde wees. Inclusieve tijdsberekening sê, het kan een uur van 1 dag wees, 24 uur van een andere dag, en een paar minuten van die volgende dag. So, ek het een type geword van die profeet, wat die grote profeet Jezus voorgesteld is. Hij is ook in die waters van die dood gewerp. Hij die benauwdheid van die tweede dood gesterf. En hier jou slechte Jona het een type geword van die groot antitypische Jona.